Ja, even leek het erop dat intellectueel Nederland zou worden gewekt uit de lethargie van het cynisme door een 1000 pagina's dik boek, een filosofisch werk over het cynisme. En nou, serieus, ik dacht echt ook even, nou, dit denken biedt een ontsnappingsmogelijkheid uit het moeras van het cynisme. Tot je dan hoort dat de schrijver, de Duitser Peter Sloterdijk, in niets gelooft, behalve in de Bhagwan. De meest cynische secte die het religieuze denken in het Westen heeft opgeleverd. Dus dan heb je weer voor niks zitten ploeteren, wekenlang met de woordenboeken erbij. Laat maar zitten hoor, laat maar zitten. Is niks? Hoeft niet meer. Hoef ik niet uit te leggen? Hoeft niet, laat maar. Ik was gekomen tot 55. Ja, nou. Aber die moderne ideologiekritiek had zich zo onze these verhängnisvoll losgelöst. Ja, oké. Van de mächtigen lachtraditionen des satirischen wissens die filosofisch in antieken kynismus wurzeln. Dan ben ik tot daar gekomen. Pagina 55. Oké. Ik wil toch proberen om uit dat keurslijf van dat cynisme te breken. Wat zou ja, dat, ja, dat, wat zou dat allemaal machtig wel zijn, ja, als je ja, toch ja. Iets positiefs nu kon aanbieden. Ja, ik steek mijn nek ermee uit. Ik wil toch proberen om een kerstboodschap te formuleren. Ik wil het toch proberen. Een kerstboodschap? Ja. In 1983. Juist, ja, ja. In 1983. Ja, nee, daar zitten toch we echt, nog een kerstboodschap. Wat zou dat we echt op te wachten, hoor. Zijn, ja. Als me dat zou lukken. Ja, nou, ik ben razend benieuwd, joh. Ik zou zeggen, steek maar van wal. Ja. Om die te formuleren. Ja, nee. Ja. Kom nou. Zodra ik op ben, willen zij eruit. Naar het bos. De honden. Dus dan doe ik ze vast in de auto. Het bos is er een eind verderop. Dan kunnen ze even wachten. Kom zo. Anders kom ik niet aan ontbijten toe, hè. Dat loopt dan hier met de zeuren. Laat ze maar even zitten. Is niet zo zielig, hoor. Ik loop heel lang met ze, dus... Hé? Ja. Kunnen best even wachten. Maar het gekke is, honden... Als die wachten, die blijven kijken. Die kunnen niet zomaar wachten. Die blijven altijd kijken waar een baasje blijft, hè. Moet je opletten. Jongens. Nou blijft hij waarschijnlijk kijken, hè? Dat is typisch hond. Die blijven dan kijken. Ik denk dat er iets ergens met het baasje is. Nee. En is het baasje weer. Ja hoor, kom er zo aan. Het is ook een soort macht, hè, natuurlijk. Macht van het baasje. Dat je weet dat er iemand op je zit te wachten. En hoe langer ze je laat wachten, des te blijer zijn ze als je eindelijk komt. Dus dat is ook heel verleidelijk om ze nog even te laten wachten. Ja, kom zo. Ja. En zo zitten er wat hoor deze maand. Voor het raam. Te wachten. Tot je komt. Mensen zijn net honden. Hm? Dus ik zou zeggen, laat eens iemand uit in december. Komt-ie? Ja, dus als ik het nou goed begrijp, want het was niet eenvoudig, dan is jouw kerstboodschap dat mensen honden zijn. Jeetje, zag je dat? Ja. Zag je dat? Ik had allemaal eigeel hier op mijn kin. Ja. Potverdorie zeg. Wat mij weer gebeuren. Hè, nu hebben de mensen naar dat eigeel zitten kijken en niet naar de kerstboodschap geluisterd. Jammer, jammer, jammer. Oh, maar dan wil ik hem nog wel even herhalen hoor. Had hij nog wel uitgezonden. De kerstboodschap van Van Cooten was dus dat mensen lijken op honden. Ja. En honden moeten eens worden uitgelaten. Ja, ja. Ook terugkomend op Sloterdijk, hè. Kunos, ja, hond ja. In Oud-Grieks. Dus de kunikos, de cynicus, dat je die band krijgt dat de mens een hond is. Ja, ja, mensen zijn honden, ja.
Ja, ja. Dacht nou, ik ben benieuwd of de koningin daar overheen komt met haar kerstboodschap, hè? Ja, dan moet ze nou wel beginnen met schrijven, hè? Ja, dat dacht mensen ik wel. Zijn honden, dacht ja. Ik wel, ja. Nee, dat is echt, aangeklede honden, eigenlijk. Dus ja, de mens is de mens een aangeklede ja, hond. Nee, daar halen we de 1e januari wel mee, hoor. Hond. Mensen zijn honden, natuurlijk. Ja, ik moet er ergens beginnen, toch? De oplossing, ja, hoor. Ja. Nee, het is mooi, ja. Bedoel je dat ironisch, eigenlijk? Nee, helemaal niet. Ah. Ik vind het een prachtige gedachte. Ik had er nooit aan gedacht, hè. Nooit bij stilgestaan. Mensen zijn honden, ja. Jammer van dat eigen.